Ik ben Rais Mohamed. Ik wil het vandaag hebben over jongeren en vrije tijd. Maar jongeren hebben namelijk geen vrije tijd. Want men denkt niet aan jongeren, nietwaar? Alleen maar als er slechte dingen gebeuren. Wat moet het met de voetballers? Moeten ze ergens inbreken op de parking van een gesloten supermarkt om ergens veilig te kunnen spelen? Wat willen wij als vader, moeder, broer en zuster? Dat ze achter een PlayStation blijven? Luister mensen, er is ruimte, er is een intentie vanuit de jongeren om te voetballen. Dus investeer in de jongeren, investeer in de stad, investeer in de sport, zodat Lokeren kampioen blijft. Hallo beste mensen, mijn naam is dus Gregory Platink en ik kom op voor veiligheid en camera's in deze stad. Dat is mijn thema, want ik wil niet meer wonen hier in deze stad, Baneet, in het circus alles 3D, van kop tot geen HD, geraffineerde meekijkers bij het vleet en blijkt visueler dan een trip 2CB, drie ijzeren konijnen. Van wie was dat idee zeker van een kerel blijft plakken in een trip LSD? Maar zogezegd is experimenteel, dus ik weet hoe mij pak frieten met een loempje en een camera of twee. Ik wil hulp niet ontnemen, waarom zou ik moeten geloven in een stad waar ze pijzen, alles te gedogen? De beste mensen, doe ogen open, oogjes open. Salam. En ik heb het vandaag over een heel belangrijk onderwerp, namelijk werk. Want werk is niet voor iedereen weggelegd. Jongeren hebben het heel moeilijk om werk te vinden. En niet alleen de jongeren, maar ook de bejaarden die altijd rondhangen op de markt. Waar is hun begeleiding? Want de werkloosheidscijfers moeten omlaag. Maar de mensen zijn meer dan nummers. Voor mij staat de mens op nummer 1. Dus er is nog genoeg werk aan de werkwinkel. Dank u wel.